Giovanni van Bronckhorst, wat ben je allemaal wijzer geworden vanavond in die belangrijke wedstrijd voor goede doel tegen Dordrecht? Nou, ik hoop veel geld voor Sofia. Ik denk dat het belangrijkste is vandaag van deze wedstrijd. Ook met de voorwedstrijd erbij. Maar ja, je kijkt naar de wedstrijd en hoe. Ik denk dat het belangrijkste is dat er heel veel jongens weer minuten kunnen maken. En ook een aantal jongens vanuit de Academy die vandaag kunnen spelen. Dus ik denk al met al wel een goede wedstrijd voor ons. Ik had het idee dat je vandaag Nieuwkoop op het middenveld wilde posteren. Omdat er misschien in die wedstrijd tegen Ajax dat hij wel nodig is daar. Maar goed, in de rust gaat hij naar de kant. Een paar keer werd hij aangepakt, geblesseerd, denk ik. Nou, hij heeft wel een aantal tikjes gehad. En we namen geen risico met hem. Met Bart hebben we hem ook gewisseld. En een aantal keer heeft hij natuurlijk ook op het middenveld ingevallen de laatste weken. Doet het goed en is zeker een optie voor volgende week. Koos jij bewust voor om geen basisspelers in te laten beginnen tegen deze tegenstander die afgelopen zondag nog tegen Heerenveen speelde? Dan doel ik op Nelom van de Heijden en Kuit. Nee, dat klopt. Ik denk dat we hebben natuurlijk een aantal jongens zijn we kwijt aan de nationale elftallen. En ja, het is ook een wedstrijd om andere jongens te zien. En daarbij ook de jongens die natuurlijk de laatste weken gespeeld hebben ook rust te geven. En de jongens die je positief zijn meegevallen? Nou, ik ben natuurlijk wel blij voor Michiel dat hij 2 keer scoort. Dat is voor een spits altijd belangrijk en dat vind ik wel positief. Nou, je ziet de jeugdspelers dat ze zich goed staande houden. Dus dat vind ik ook een stap voor hun om in de Kuip te spelen. Maar dat hebben ze goed gedaan en het is al met al voor mij een goede wedstrijd. Het is een oefenwedstrijd. Ja, dan kan je niet verwachten dat dat 90 minuten vol gaat. Wat vond je verder van het niveau van de wedstrijd? Ik kan me voorstellen dat sommige supporters ook gedeeltes van deze wedstrijd tussen aanhalingstekens zoiets hadden van dit is laag tempo, dit is slaapverwekkend. Nee, het is natuurlijk niet het tempo wat we normaal gewend zijn. En dat weet je ook van tevoren. Het is een oefenwedstrijd en er zit geen spanning op de wedstrijd. Dus dan gaat het altijd wat langzamer. Maar ik denk dat wij zeker de tweede helft een aantal goede momenten hebben gehad. Dat we het tempo wel opschroeven. En de eerste helft was dat nog vrij laag. Maar ik denk al met al het belangrijkste dat we de wedstrijd winnen. Dat gevoel willen we blijven houden. Dus dat is vandaag ook goed. Dordt krijgt dan nog wel 2-3 kansen. 2 keer op de paal, lat. Heb je dan toch een beetje de pest over in? Nou, niet de pest. Ik bedoel, het is een oefenwedstrijd. Er zijn natuurlijk een aantal jongens die lang niet gespeeld hebben. En zeker ook jongens vanuit de jeugd die hier moeten spelen. Dus het is een elftal wat natuurlijk niet vaak met elkaar gespeeld heeft. Maar ik denk dat er gewoon een goede wedstrijd is geweest. En dat we met de uitslag natuurlijk winnen, maar ik denk dat dat niet het belangrijkste is. Tot slot, nu toewerken naar die belangrijke wedstrijd tegen Ajax. Hoe ga je dat doen? Vanaf wanneer ga je echt alles weer een beetje klaarstomen voor die wedstrijd? Ja, je bent natuurlijk afhankelijk van alle internationals, maar even gas terugnemen om vanaf volgende week weer vol gas te gaan. We zijn nu 3 dagen vrij. Zondag beginnen we met trainen. We hebben ook kameraadjesdag voor de jonge fans, ook heel belangrijk. Daarna zullen we maandag en dinsdag nog trainen, woensdag een vrije dag. En vanaf donderdag zijn we weer compleet en kunnen we toewerken naar de wedstrijd tegen Ajax. Wedstrijd van het jaar? Nou, het is wel een hele mooie wedstrijd. Natuurlijk altijd de wedstrijden tegen Ajax en zeker ook nu. En een mooie wedstrijd waar we met vertrouwen naartoe gaan en ervoor zullen gaan om daar ook resultaten te behalen.